Overigens moet ik zeggen, ik heb één keer dus een kwestietje met haar gehad. Waarbij ze onmiddellijk in feite uitging van: complot, ik ben opgelicht, ik word belazerd. Was dat bij de slimste mensen? Ja, die verlossen me zijn leugenaar, ze houden die lullen, de hand boven het hoofd. Altijd moet ik, nou ja. Even voor dat de ja. mensen die dat gemist hebben, dat ging over 14 juli, hè? en die feestdag of zo. Hè? Nee, 6 juni, de, die day. Dat was het, ja. Volgens haar, decision day, ja, dat is helemaal niet waar. Dus dat zei ik ook. En goed, ze waar mij niet geloven. En toen zei ze dus de volgende avond, geloof ik, bij Umberto. Ja, die, die, die zak van een volsum, die, die dat, dat, dat lijkt. Die, dat, die oude vent. Die, die wist niet waar die het over had. Die CCD, dat weet iedereen. Ja, ze had niet de moeite genomen om iets op te zoeken. Dat begrijp je. En ja, ik vond dat enorm kwalijk. Dat je bij voorbaat beschuldigd wordt van oplichterij. Zonder dat ze dus behoorlijk had onderzocht of het dat ook was. Want later bleek... Ik u... moet zeggen, achteraf heeft ze omvangrijk haar excuses aangeboden. Maar dat ze die primaire reactie vertoonde van... Ze liegen hè, om mij te pakken te nemen. Wordt er gelogen. En dat oude lijkt dat wordt in bescherming genomen. Die, die nooit weet wat hij het over heeft. Ja, mensen die je wat beter kennen zeggen dat dat haar een beetje haar manier is. Zij is vrij snel en, en uh, reageert vrij fel. Maar als ze dan gaat onderhandelen en je bent iets beter met haar, dan is ze ook wel weer zacht. Ja, daar stond de biografietje van in uh, Follow the Money. Nou, ik moet zeggen, het kan zijn dat dat dan ook weer wat aan de negatieve kant was. Maar uit dat biografietje zou ik zeggen. Uh, is zij de geboren? Flexibele leider van een omvangrijke beweging, dan zou ik zeggen nee. Want wat, wat las je daar dan? Nou ja, het is lastig. Het is een ruziemaker, complotdenker. Uh, maar waar baseren ze dat dan op? Nou ja, lees ik het. Ik heb het gelezen het stukje. Okay. Ze heeft tal van verschillende werkkringen gehad in de loop der tijden. Oké, okay, maar tot nu toe heb ik dat nog niet gehoord ergens. En, en... Nou, lees het, laat iedereen het stukje van Volop de Money lezen. Ik vond voor was het redelijk duidelijk dat het een ruziemaker was. Ja, het zijn natuurlijk toch altijd een beetje. In die geert wel eens wel zo'n ruzie maken. Ja. Je moet wel uit je partij weglopen. Ja. Maar wat ik dus net wilde zeggen is dat zij dus bewust daarvan weg wil blijven. Ze schuilt ja, ook af. Dat ver begrijp anders. ik volkomen. Dat begrijp ik volkomen. Want heeft ook... Maar het, wat, waar ik op doel is dat er een zekere volatiliteit onder de kiezers is. Dat ze gewoon elke zoveel jaar denken. Eh, het moet anders, het kan anders. Dat is een hele aardige mevrouw. Dat is niet een verwijt aan haar. Zij doet dat goed en is in allerlei opzichten, misschien verrassenderwijs, heeft zij die gevoelens van ongenoegen vertolkt. Nou, de Mij gaat het om het feit dat er geen enkele vastigheid over de rechterzijde van het electoraat te vinden valt. En dat is enorm destabiliserend. Ja, nou, dan moet je weer anders. Dat dan het dan dan bestuur, bestuurlijk, dat worden allemaal ingewikkelde onderhandelingen. En nogmaals, als ik dacht dat het allemaal werkelijk iets op zou lossen, als het de, laten we zeggen, structurele problemen in Nederland zou oplossen, dan zou ik er erg voor zijn. Maar daar ik, geloof ik helemaal niets van, echt helemaal niets. Nogmaals, wat ik uit heb gelegd is dat er in beperkte mate aan de knoppen van het stikstofbeleid gedraaid zal worden. Zij heeft uitgelegd hoe zij nou zich heeft voorbereid hierop. En ze heeft bestuurders, volgens mij, die eerst bij VVD en CDA zaten, die gaan dus nu de provincies in. En uh, ze heeft al een jaar, ruim een jaar, zich daarop voorbereid. door bijvoorbeeld naar uh, nou ja, de vergaderingen in de provincie te gaan, op te technische... zitten. Hey, ik, ik twijfel er niet aan, want iedereen begrijpt natuurlijk. dat het eerste wat je denkt bij een dergelijk verschijnsel. want ze stond natuurlijk al een hele tijd hoger de peiligen. is van, ja, wacht maar eens even, hoe ging dat de vorige keer? ja, dat is dat de eclatante mislukking van, van Forum voor Democratie. Dus dat willen we niet. Dat uiteindelijk de laten we zeggen, de, de sentimenten die ten grondslag liggen aan dit fenomeen identiek zijn, is vers twee. Dat zij misschien in staat is door een iets grotere bekwaamheid dan uh, Thierry Baudet. Uh, om niet diezelfde fouten te maken, dat zou best kunnen. Maar nogmaals, dat lost naar mijn idee niet de werkelijke problemen op. Hmm. De werkelijke problemen zitten veel dieper.